Welkom terug bij deze vijfde akkerbouwdag van SIF Groen Praktijkcluster Agro over bieten en aardappels. We gaan dit deel ons verdiepen in de aardappels en daarvoor hebben we Guus Heesemans uitgenodigd. Hij is directeur Research and Development bij Meijer Potato. En Meijer Potato is een van de partners in een heel groot onderzoeksproject op de Rusthoeve, waar ze onderzoek doen met de titel Meer hybridekracht, meer aardappel. En in dat onderzoek kijken ze hoe ze echt de aardappel van de toekomst kunnen ontwikkelen die tegen alle uitdagingen bestendig is. Dus die tegen het zout kan, tegen het andere veranderende klimaat en ook nog steeds een mooie opbrengst houdt. Guus gaat ons laten zien wat er allemaal nodig is voor die aardappelteelt van de toekomst. En we zijn, nou in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Guus, aan jou het woord. Dankjewel Mirjam. Goedemorgen allemaal hier in Goes. Goedemorgen kijkers in de diverse onderwijsinstellingen in het noorden van het land. Erg leuk dat ik wat mag vertellen over aardappelveredeling en over de toekomst van de aardappel, want daar is de aardappelveredeling mee bezig. Mijn naam is Guus Heesemans, ik werk bij Meijer Potato. Ondanks dat onze researchafdeling groter is geworden, mag ik nog steeds ook veredelaar zijn en dat is een heel mooi vak. En ik hoop dat ik wat meer kan vertellen over het vak en over alles wat er omheen komt kijken. Voordat ik verder ga, wil ik even een polvraagje uitstellen. Ook voor de chat natuurlijk. De polvraag is, ik weet wat plantenveredeling inhoudt. Dus niet alleen aardappel, maar ook bieten en andere gewassen. Ik weet wat plantenveredeling inhoudt. Voor hier in Goes zou ik graag de hand omhoog zien met 1, ja zeker. 2, niet echt. En nee, sorry, wel een beetje. En 3, nee, niet echt. Dan zien we allemaal de handen tegelijk en dan kan ik aan de vingers zien welke erbij horen. Dus graag de handen hier en in de chat zou ik ook graag de reacties willen zien op de vraag. Ik weet wat plantenveredeling inhoudt. Ik zie veel tweetjes. Zijn er ook drietjes? En ik zie een, wie had er een eentje? Ja, ik denk volgens dat mij waren er weer eentjes. En ik hoop dat dat aan het eind van de dag een beetje anders is. In de chat zijn er ook nog reacties? In de chat is iedereen zeker dat ze heel veel weten. Dus daar zegt 80% we weten het en 17% een beetje. Ik denk dat die minder bang zijn dat ze vragen krijgen zo meteen. Dat is wel wat veiliger natuurlijk. Hè? Maar ik snap het hoor, want zelfs ik... Ik kan wel zeggen ja, maar ja zeker, veredeling is zo'n interessant en zo'n diepgaand vak dat we het met z'n allen nog steeds niet weten. Als je weet dat aardappel 40.000 genen heeft en die genen allemaal nog interacties hebben met elkaar en die genen op 4 chromosomen rondhangen in allerlei verschijningsvormen, kun je begrijpen dat ook een veredelaar het nog niet allemaal helemaal door heeft. Maar daar ga ik wat meer over vertellen. Een tweede polvraag over ons gewas. De stelling, aardappel is saai. 1. Oerzaai. 2. Alleen lekker op het bord. 3. De aardappel is reuze interessant. Daar zou ik ook graag de vingertjes voor willen zien. Ik zie hier heel veel drietjes. Ik zie geen eentjes. Nou, dat is mooi. De aardappel is reuze interessant. Ik denk dat dat ook wellicht te maken heeft, want ik heb in het begin al bij de opwarmronde de aardappel en de aardappelproblematiek al flink langs horen komen. En dat heeft te maken dat veel van jullie hier in ieder geval in Goes zelf direct betrokken zijn bij de teelt. Dus dat is alleen maar leuk voor de interactie straks. Ik weet niet hoe het in de chat zit. In de chat is ook ruim 70% vindt de aardappel reus interessant, maar ook 30% zegt oerzaai. 30% zegt oerzaai. Hier hebben we een uitdaging. Daar gaan we mee aan de slag. Goed, Meijer Potato. Wij zijn een familiebedrijf. 1920 zijn wij opgericht door de familie Meijer. Nog steeds actief in het bedrijf. Weliswaar als aandeelhouder. In Zeeland staan wij bekend als Meijer. In Zeeland wordt Lempwester Meijer ook Meijer genoemd. Nog steeds, hoor ik wel eens. Wij zijn een heel ander bedrijf. Meijer Potato is een veredelingsbedrijf en een pootgoedhandelshuis. Lempwester Meijer is een frietfabriek. In de Lempwester Meijer is de familie Meijer mede aandeelhouder. En bij Meijer Potato is de familie Meijer volledig eigenaar. Dat het een familiebedrijf is, is heel fijn werken, want veredelen is een lange termijn werk.
En als je een familie hebt die het in de familie wil houden, zijn die ook altijd met de lange termijn bezig. Dus als je vraagt om investeringen in de veredeling, dan weet je dat dat niet het volgende jaar al uitbetaald kan worden. 100 jaar bestaan, dat hebben we in coronajaar meegemaakt, dus niet echt meegemaakt. Dat was hooguit een beetje online vieren en andere zaken. Maar we bestaan volgend jaar alweer 102 jaar. Dus we zullen zeker een gelegenheid gaan pakken om dat ook echt te vieren. We zijn van een aardappelhandelshuis naar een pootgoedbedrijf gegroeid. En in de jaren 80 naar een veredelingsbedrijf gegroeid. En inmiddels zitten wij in de top 5 van aardappelveredelingsbedrijven in de wereld. Overigens is Nederland sowieso aanvoerder in de aardappelveredeling. Maar zijn er wel wereldwijd flinke activiteiten op de aardappelveredeling. En dat groeit ook enorm. En dat is maar goed ook, want we hebben aardappel als derde voedselgewas in de wereld. Moeten we langs alle kanten beter gaan maken. Eventjes naar de aardappelwaardeketen. Dat is altijd wel, waar doen we het voor? Uiteindelijk doe je het voor de consument. Dat die consument goed voedsel heeft, lekker voedsel heeft en voedsel ter beschikking heeft door het hele jaar heen. Aardappel is geen gewas wat je elke dag kan oogsten. Nee, je zit met fases in het jaar. In Nederland zitten we met slechts één teeltfase. In andere landen zit je soms met twee of drie. Of continu fases overigens wel, dat kan wel. De keten die eindigt bij de consument. Wij als Meijer Potato zijn ook zeer consumentgericht. Uiteindelijk bepaalt die, daar komt er straks nog een vraagje over, maar in ieder geval vinden wij dat die hoort te bepalen wat er moet gebeuren in die aardappelketen en hoe een aardappel eruit moet zien. Maar wij hier, zoals we hier in Goes zijn en ook de kijkers thuis, zijn vooral links op het vlakje bezig. Dat is in de teelt en in de veredeling. Daartussen zit natuurlijk nog een flinke tussenschakel. En dat zijn hele grote jongens. Dat zijn de verpakkers, de verwerkers en de supermarkten. En de restaurants natuurlijk. Nou, daar moet je in de veredeling naar al die facetten moet je kijken of die keten goed bediend wordt vanuit jouw aardappelras. En het is dus niet, zeker niet alleen de teelt die daar belangrijk voor is. Dat is eigenlijk van grond tot mond, om het zo maar te noemen. Kom straks zeker nog terug. Onze visie als Meijer, als bedrijf. Ik moet trouwens eventjes excuseren dat de plaatjes in het Engels zijn. Dat heeft te maken, dat is een gloednieuwe presentatie. Die hebben we alleen nog maar in het Engels. Dus over een paar weken is de Nederlandse klaar. Dus aan één kant is het fijn dat we de nieuwste presentatie hebben. Maar sorry dat het in het Engels is, maar ik praat in ieder geval Nederlands. Dus ik hoop voldoende toelichting te geven. En ik verwacht dat jullie ook wel aardig in Engels bedreven zijn. Maar goed, onze visie. We hebben te maken met een groeiende wereldbevolking. Dat is duidelijk. Er is in de wereldbevolking een groeiende vraag naar gezondheid en naar gemak. Dat heeft ook te maken dat heel veel economieën aan het groeien zijn. Dat is natuurlijk positief op zich. India, China. De mensen die voedsel namen om geen honger te lijden, nemen nu voedsel om te genieten. Maar toch hebben we ook een bedreiging, en dat is in de teelt. Dat is waterbeschikbaarheid, landbeschikbaarheid en een klimaatsverandering. Daarnaast, dat is ook in het plaatje van Gert ook zeker naar voren komen, toegenomen regelgeving die ook beperkingen opleggen aan de teelt. Met name middelengebruik. Dat is eigenlijk het laatste puntje. Dus wat wij willen doen is dat wij deze visie willen vertalen in rassen. Dus eigenlijk dat je als je het ras teelt, dat je eigenlijk die visie voelt en proeft en beleeft als teler, maar ook als consument. Dus dat je inderdaad minder middelen nodig hebt. En dat je inderdaad meer oogstzekerheid hebt en dat soort zaken. Als er vragen zijn tussendoor, stel ze gerust. Hè? Onderbreek mij maar. Meijer Potato heeft verschillende onderdelen. Wij hebben als Meijer Potato zelf hebben we kantoren en bedrijven hier in Rilland, in Zeeland. Dat is ons hoofdkantoor en daar zit het veredelingsbedrijf. We hebben in Emmeloord een belangrijke vestiging voor de pootgoedteeltondersteuning. En in Frankrijk hebben we zowel pootgoed als commerciële activiteit als Meijer Potato. En dat doen we in Doulan en in Noord-Frankrijk en in Midden-Frankrijk. Daarnaast hebben wij nog dochterbedrijven
4 stuks in Engeland, in Turkije, in Polen en in Spanje, Portugal. En dat waar vroeger agenten voor ons bezig waren om ons pootgoed te verkopen, is het toch wel fijn om daar dochterbedrijven voor te hebben, om veel dichter bij de markt te staan en om de markt ook veel beter te en de teelt ook veel beter te leren kennen. Dus ons product is rassen, nieuwe rassen en pootgoed dat we vermarkten van die rassen, eigenlijk voor 80% naar het buitenland. En dat pootgoed wordt geteeld door telers die aan ons gelieerd zijn en er wordt in pools wordt pootgeteeld van elk ras. Elk ras heeft zijn eigen pool en pootgetelers die schrijven daarop in en die telen onze rassen. En dan proberen wij ze zo goed mogelijk op de markt te zetten. En hoe beter dat lukt, hoe beter de telers ook een vergoeding kunnen krijgen. Dat is de pootgoedketen die voor ons daar heel belangrijk is. Dus wij produceren zelf geen pootgoed, dat doen telers, pootgoedtelers. Daarnaast kun je ook nog rassen in licentie onderbrengen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een plantje stuurt en dat een klant daar lokaal gaat vermeerderen en licenties betaalt over het gebruik van onze rassen. Zoals je over software een licentie betaalt, gebeurt het ook over rassen. Dat is eigenlijk waar wij als Meijer Potato veelal mee bezig zijn. Dat was vroeger, waren wij veel meer actief in het aardappel zelf en nu zijn wij meer vanuit de veredeling aan het te denken. Onze rassen. Dit is wel een leuk vraagplaatje. Hoeveel rassen uit dit plaatje kennen jullie? En wat vinden jullie daar mooie rassen van en waar vinden jullie daar minder mooie rassen van? Ik vraag het hier even in de groep. Zijn er mensen die deze rassen kennen vanuit de teelt of vanuit eten? Het mag ook, hè? Ik zie daar een vinger op gaan. Misschien kun je daar even heen voor de vraag. Ondertussen in de chat. En in de chat de vraag van als je een ras kent, zet erbij het ras en toelichting wat je ervan vindt. Want dat helpt ons natuurlijk ook om de nieuwe generatie rassen te verbeteren. We willen graag de praktijkinformatie horen. Want wij, jullie hopelijk leren hier vandaag, maar wij moeten hier ook van leren. Het middelste rijtje ken ik wel een aantal rassen. Dat komt ook omdat de afnemer van ons, die doet regelmatig... doet regelmatig proefveldjes. En heel veel van die rassen, net zoals Sound, Acoustic, Jazzy, Cupido. Al die rassen die hebben als proefveldje en de muziek en de melodie, die telen we dan zelf. En de Acoustic ook. Oké. Nou, dan heb je aardig nieuwe rassen ook erbij zitten. En heb je ze ook, wat vind je van? Heb je ze ook gegeten? Ja, sommige wel, maar ik weet dat de muzika heel lekker is en de melody eigenlijk niet. Oké. Ik ben daar trouwens wel, ik ben wel eens dat de muzika lekker is. Melody is een beetje neutraal, zeggen we dan. Ja. Dankjewel. Mooie vraag. Mooi. Nog meer? Jij had ook nog ervaring, dacht ik. Zelden, oké. In de chat nog wat? In de chat zijn 5 rassen zijn bekend, maar er zit geen uitleg bij waarom. Dus dat kan ik helaas niet toelichten. Nou, dat is een uitdaging om dat volgend jaar het lijstje uit te breiden. Goed, we hebben een 20-tal rassen. Dat lijkt veel, maar dat is niet heel veel vergeleken met andere bedrijven. Wij willen die 20, het aantal 20 ook niet uitbreiden per se. Want wij denken van... Je moet je ras als bedrijf heel goed kennen om het ras ook goed in de markt te zetten. En als je daar 80, 90 rassen neer gaat zetten, wordt het veel moeilijker om je ras goed te ondersteunen. Want die ondersteuning, technische ondersteuning, komt wel uit ons eigen bedrijf. En natuurlijk gevoed vanuit de teelt en vanuit de consument en vanuit de gebruikers. Je ziet dat er 3 hoofdmarkten zijn. Chips, tafel en friet. Wij zijn wereldmarktleider in de chipsmarkt. Dat is niet zo'n grote markt, maar het is wel fijn dat we daarin groot zijn. In de tafel zijn wij een leuke speler. En in de friet komen we nog maar net kijken. En daar moeten we hard aan werken. En we hopen dat de nieuwe rassen, Lady Jane met name, dat die daar een goede plek in gaat krijgen. Onze organisatie bestaat dus als Meijer Potato uit een verkoopafdeling. Die verkoopt het pootgoed. De purchase, dat is de inkoopafdeling, die regelt dat het pootgoed geteeld wordt en die regelt dat het pootgoed van goede kwaliteit is. Want ik hoorde daar in de opwarmronde ook al wat commentaar en vraagtekens bij. Dus belangrijk, want goede kwaliteit is inderdaad het belangrijkste. Je kunt goede rassen hebben, maar als je geen goed pootgoed hebt,
dan heb je niks aan je goede ras. Daar zijn we het 100% mee eens. Daarnaast hebben we een wat ondersteuning vanuit finance en administratie. En product management, dat is een heel belangrijke schakel tussen verkoop en inkoop en de veredeling. Dus om de kennis van de nieuwe rassen zo snel mogelijk bij de teelt en bij de gebruikers te krijgen. Dan komt er nu een filmpje. En in dat filmpje krijg je alvast in vogelvlucht te zien hoe ons veredelingsproces eruit ziet. Ons veredelingsprogramma begint op de tekentafel. Een klein team binnen Meijer Potato houdt de aardappelwaardeketen tegen het licht om het nieuwe ras van de toekomst te ontwerpen in de tafel, friet en chipsmarkt. Door het R&D-team worden zo uw wensen vertaald naar genetica met een gericht kruisingsprogramma. Een geslaagde kruising levert bessen op, met nieuwe genetica verpakt in zaad. Ieder zaadje is anders en zal zich moeten bewijzen op raswaarde in een traject van 6 jaar tijd. Een paar honderdduizend zaadjes worden jaarlijks gekozen om te bewijzen bij welke zaailing de beste genetica bij elkaar is gekomen. De eerste selectie vindt al plaats na 3 weken met de spannende vraag: heeft de zaailing de gewenste genen geërfd? Dit wordt bepaald met behulp van merkers. Hiervoor is van elk plantje een klein stukje blad nodig om het DNA in het laboratorium te kunnen ontrafelen. De zaailingen die voldoen, mogen de kas in. Dat is nog maar 5%. In de kas vormt elke zaailing een knollen om het volgende jaar een eerste veldselectie mogelijk te maken. Dit gebeurt in Rilland. In deze ronde wordt een eerste selectie gemaakt op gewasontwikkeling, opbrengst, maatsortering, vorm en alle andere uiterlijke kenmerken van belang voor de markt waarvoor ze veredeld zijn. Na deze eerste selectie worden ze enkele jaren beproefd op 3 kernlocaties in Nederland, met de grondsoorten klei, zavel en zand. Ook in Andalusië, Spanje, de oven van Europa, komen de zaailingen in een vroeg stadium te liggen om klimaatadaptatie te bepalen. De laatste jaren van beproeving komen de kandidaatrassen op heel veel verschillende locaties in de wereld en vindt de eindbeslissing plaats. Alle uitslagen van de beproeving worden hiervoor zorgvuldig bijgehouden in ons datasysteem en levert uiteindelijk de informatie op die u gewend bent om te krijgen. Nou, daar komen we langzamerhand even op terug, maar dan heb je in ieder geval even wat beeld en wat bewegend beeld van de veredelingsprocessen die plaatsvinden. Even terug naar de doelstelling van de veredeling. Die moet je als, voor degene die ook aardappelen telen, die moet je herkennen, anders doen wij het niet goed natuurlijk. Het is wel zo dat wij niet naar volgend jaar moeten kijken, maar over 10 jaar altijd. Want het veredelingsproces duurt, zoals Gert ook al aangaf, duurt wel eventjes. In de aardappel was dat 12 tot 15 jaar. We hebben het inmiddels teruggebracht tot 1 jaar of 8. Dus die winst hebben we wel te pakken, maar veel meer winst valt er niet meer te halen. Want je zult ook je jaren en je seizoenen en je klimaten nodig hebben om die rassen goed te testen voordat je ze in de praktijk brengt. En dat is een blijvend iets. Goed, zijn onze veredelingsdoelen zijn eigenlijk zo dat je de aardappel als gewas veel zelfstandiger in de teelt en ook in de verwerking wil hebben, dat er steeds minder hulp nodig is van buitenaf. Dus dat betekent minder bestrijdingsmiddelen, dat betekent minder mest, dat betekent makkelijker bewaren. En dat betekent ook in de keten dat bijvoorbeeld beschadiging, blauw, voor degene die aardappels telen, die weten wat blauwgevoeligheid is. Als een aardappel valt, wordt die blauw, net als wij. Maar daar zit heel veel verschil in de rassen. En blauwe aardappels zijn niks meer waard, dus daar moet je voor zorgen dat stukje ook uitveredeld wordt. En zo kunnen we 50 eigenschappen opnoemen waar wij naar moeten kijken. En daar moet je de balans in vinden in de totale beslissing. Je mag wel of je mag niet mee naar de volgende stap. Dus je kijkt over de teelt heen, over de hele keten, van wat is de waarde van die aardappel. Juist dat laatste, hè, dat die aardappel steeds zelfstandiger moet worden, is nu ook actueel in de Green Deal van meneer Timmermans. Dat is niet heel veel anders, alleen wij worden er nu met z'n allen best wel mee verrast dat zo snel gaat. Maar als veredelaars, en gelukkig zijn
de collega-bedrijven daar ook al langer mee bezig. Zijn we er echt wel mee bezig al jarenlang om die aardappel, en dat geldt voor de bieten ongetwijfeld ook, om die aardappel sterker te krijgen. Dus daar gaat de teelt de komende jaren al stapje voor stapje gaat dat merken. Je noemde het ras Sound net. Sound is zo'n ras wat ook duidelijk in die nieuwe generatie rassen gaat passen. Om dat te versnellen, als verenigingsbedrijf met 16 mensen in een R&D-afdeling heb je niet alle kennis in huis. Moet je af en toe ook kennis gaan shoppen en bij elkaar brengen. En zo hebben wij nu een project lopen met een heel mooie set partners. Waarin wij, het is getiteld met hybride kracht meer aardappel, waarin wij die doelstelling nog centraler zetten. En waarin je de disciplines bij elkaar brengt. Dus je weet, wat hebben wij hier bij elkaar gebracht? Rusthoeven, een proefboerderij die goed uitgerust is om proeven te doen. We hebben 3BM, data, kwam ook al bij Gert naar voren. Data wordt steeds belangrijker in de teelt, in de veredeling, in alle processen waarmee we bezig zijn. Ook met onze telefoontjes natuurlijk. Universiteit van Amsterdam, die heel diep in de genetica kan kijken. Aurea, dat is een dronevlieger die dus modelmatig die aardappel in beeld kan brengen vanuit de lucht. En de HZ, hier niet ver vandaan, die ook kennis en studenten inbrengt in dit project. Want uiteindelijk moet je ook jonge talenten meenemen in vernieuwing. Dus dat geldt ook voor jullie. Als je hierbij interesse gaat krijgen, zoek ons op. En we kunnen altijd kijken of er een plekje is voor stages of wat dan ook. Is een vraag. Nou, waarom wel HZ, maar niet bijvoorbeeld hier SCADA meegenomen als partner? Ja, dat is een goede vraag. Dat hadden we misschien moeten doen. We hebben wel voor gekozen om niet te veel partners erbij te halen. Maar gelieerd kan SCADA sowieso meekijken. Dat is een welkom zelfs. Absoluut. Ja. Dus dit project dat loopt nu 2,5 jaar. En we zijn in mei begonnen en daar gaan we straks ook wat van laten zien. En dat is dan ondersteunend voor onze veredelingsactiviteiten. Gaan we terug naar de veredeling. Wat is veredeling? Wat is eigenlijk een ras? Voor ons als Meijer Potato is een ras, moet eerst, zoals ik al zei, waarde voor de markt hebben. Waarde voor de consument. En dan kijken we naar de hogerop in de keten. Is hij wel te telen? En is er wel pootgoed van te telen? Dat is natuurlijk net zo belangrijk. Maar als je goed een ras hebt wat goed te telen is, maar het wordt niet gegeten, dan heeft niemand er wat aan. En dan ga je prijs natuurlijk enorm omlaag, om maar even over prijs te, want dan wordt het niet verkocht. Dus je moet toch altijd naar het eindproduct van aardappel kijken. Tenminste, dat is onze visie. Hoe doe je dat dan? Ja, een kruisingsprogramma. Dat is, bij ons is het, en in de aardappelverdeling algemeen, is het nog steeds zo dat er nog steeds gekruist wordt met een vader en een moeder. En die krijgt nakomelingen en daar moet je het mee doen. Wij spelen nog niet met degene, het kan al wel technisch. In Europa is het trouwens nog niet mogelijk. Tenminste zonder grote drempels die je moet overwinnen. In de rest van de wereld wordt het al veel makkelijker met het DNA weliswaar gericht en veilig in te grijpen. Zodat je een bestaand ras kan verbeteren. Maar goed, wij doen het nog steeds met een kruisingsprogramma, een veredelingsprogramma uit zo'n kruisingsprogramma. En eigenlijk is dat resulteert in het kiezen van de juiste ouders, heel veel zaad. Met de combinaties voor de markten die ik genoemd heb. We beginnen nu met 600.000 zaden per jaar. Toen ik 28 jaar geleden begon bij Meijer, deden wij 30.000 zaadjes. Daar zijn die rassen mede uitgekomen die net op dat lijstje stonden. Dus nu hebben we 600.000 zaadjes. Met meer kennis van de ouders zou je zeggen, dan moet je ook meer resultaat gaan krijgen. En daar sta ik ook voor en dat moet ook. Dus die 600.000 hebben de kans op goede rassen enorm vergroot. En dan krijg je een idols, zoals ik het altijd noem, een soort idols van 6 jaar tijd, waarin je begint met een enorme grote groep die mee mogen doen met de competitie, waarvan de meerderheid in jaar 1 al afvalt, veruit de grote meerderheid. En uiteindelijk ga je richting finale in jaar 8 en dan word je op de markt gezet. En dan heb je de competitie gewonnen. Het begint bij de kruising. Wat is het doel van veredeling? Het kruisingswerk is het bij elkaar brengen van de juiste genen, van de juiste eigenschappen. He, dus die, ik heb het hier even vertaald in plussen en minnen. Nog steeds heeft elk aardappelras nog wat minnetjes, want anders zouden wij als veredelaars niet meer hoeven te bestaan. We zijn natuurlijk eigenlijk bezig om ons overbodig te maken, maar dat lukt nog steeds niet. Maar met zoveel technieken als nu, denk ik dat we op een gegeven moment wel zulke sprongen moeten gaan maken,
Maar nee, joh, je blijft natuurlijk altijd naar verbetering zoeken. Maar wat je wilt is eigenlijk de positieve eigenschappen bij elkaar kruisen. Nou, hier zie je wat er kan gebeuren als je het zeg maar met de dobbelsteenmethode doet. Je krijgt allerlei mogelijkheden van die plus en die minnen die samenvallen, maar je zoekt naar onder, naar die selectie van die plussen bij elkaar gevoegd. Dan heb je twee disciplines in de veredeling die heel belangrijk zijn. Is eerst, je moet de juiste moeder en de vader kiezen, dus je moet je ouders kennen om tot die combinatie te komen. De tweede discipline is net zo belangrijk, je moet een goed beproevingssysteem hebben om te bewijzen dat die ene zaailing ook de beste is. En dat je niet denkt dat die de beste is en dat je het jaar erop achterkomt van, hey, hij is helemaal niet de beste. Dus je moet een heel goed proefveldjesysteem hebben. En dan pas kun je succesvol zijn. Nou, zo ziet er een beslissingsmodel uit voor een veredelaar achter het scherm van hoe je een... we gaan niet in detail hoor, want je kunt het niet lezen. Maar hoe dat werkt van naar hoeveel elementen je kijkt om een beslissing te nemen, ik ga die kruising wel of niet maken. Dat is een beetje ondersteund met kleurtjes en met de data eromheen. Links zie je de ouder en de ouderwaarde van de metingen. Hier zit bijvoorbeeld opbrengst bij, hier zit de chipskleur bij, de frietkleur, onderwatergewicht, blauwgevoeligheid. En dat zijn dus 50 eigenschappen op een rijtje. Het tweede blokje zijn de resistenties, waar ze al wel of niet aan doen. En het derde blokje, dat is die kleine blokjes bij elkaar, dat zijn de genen die wij kennen. Daarin zie je als kruiser van welke genen letterlijk gaan bij elkaar vallen. Dus dan ben je heel direct op het DNA aan het inzoomen. En dan ben je dus eigenlijk heel efficiënt aan het veredelen. En daar zijn we nu naar aan het streven, dat we die blokjes veel groter maken. En dat we dat data gestuurd, zeg maar, die combinaties gaan maken. Je moet ook heel erg rekening houden. Onderin zie je dat je niet aan het intelen bent. Want als je inteelt, bij honden zie je dat ook, dan krijg je zwakkere planten krijgen. Dus we kijken ook naar hoe ver liggen die kruisingsouders uit elkaar genetisch. Want dat geeft altijd een beetje opbrengsteffect. Dat heet heterosis in de veredeling. En daar letten we ook een beetje op. Dus naar die aspecten kijk je bij het ontwerp van een kruising. Nou, we hebben ook nog een veredelingsprogrammaatje om bijvoorbeeld resistenties bij elkaar te kruisen. Dat heet pre-breeding. Dat is vooral gericht op Phytophthora. En dat... Als je de genen kent, dan is het mogelijk om meerdere Phytophthora-genen bij elkaar te kruisen. Als je één sterk resistentiegen hebt en je zet het op een Phytophthora-proefveld, dan blijven ze overeind. Maar dan weet je niet, als je er een tweede bij kruist, weet je niet of het tweede erbij zit. Maar als je DNA kent, kun je dat wel sturen. Dus op die manier proberen wij meerdere genen, cassettes noemen we dat, die verschillend werken op de Phytophthora bij elkaar te brengen, waardoor je meerdere sloten op de deur gaat zetten. Nou, dat doe je bij andere ziektes ook. Of Phytophthora is daarin veruit het belangrijkste. Nou, als je dan die pre-breeding rond hebt, dan kun je naar een commerciële kruising gaan. En dan kom je in je selectieprogramma waar je in jaar 0 met 600.000 kandidaten begint. En de afvalrace gaat beginnen. Je ziet daar linksboven zie je de zaadjes uit de kruising komen. Dan zie je de kleine zaailingen. En wat wij op het veld brengen zijn altijd de knolletjes. Die we in een kas op laten groeien. Omdat aardappelzaad in aardappelrug... Dat vooralsnog erg moeilijk telen is, dus ook veredelen. Zijn er vragen over het eerste stukje? In de chat, stel maar, ga je gang. Ik kan hem herhalen hoor. Hoezo kunnen die zaden dan in je ruggen geteeld worden? Ja, dat is een goede vraag. Waarom kunnen de zaden niet in de ruggen geteeld worden? Dat kan wel, maar de aardappelzaadje gaat pas kiemen bij 18 graden. Dus dan heb jij pas in eind mei, begin juni je kiemplantje. En dan staat, je kent de aardappel uit een pootgoed, dan staat de rug al bijna dicht bij gewoon pootgoed. Bijvoorbeeld, dan kunnen wij helpen met druppelirrigatie, plastic en dat soort zaken. Maar dat is nog niet gangbaar. Dus in de veredeling zijn wij nu nog steeds pootgoed gericht. Maar wij denken wel aan zaad voor de toekomst. Maar dat is nog niet voor de selectie van toepassing. Maar het is wel een vraag waar je als aardappelveredelaar aan moet gaan denken. Want er zijn wel bedrijven ook bezig met aardappel uit zaad. Misschien is dat ook bekend. Maar dat is een hele andere benadering van aardappel. Dan kom je weer dichter bij de bieten. Goed. De eerste stap
zag je ook in het filmpje, is dankzij dat wij de genetica steeds beter leren kennen en de genen ook beter leren kennen, kunnen wij met name op de resistentiegenen al 3 weken na de uitzaai gaan selecteren. Want wat hebben we nodig? Een stukje blad, een laboratorium waar we DNA kunnen ontleden. En als wij dan zeggen, hij moet erin zitten, die en die en die moet erin zitten, en ze voldoen er niet aan, dan gooien ze weg. Dus dat betekent dat wij in 3 weken tijd, deze komen uit een groeikamer, met dat roze licht wat ook in de titelslide was, dat slechts in 3 weken tijd slechts 5% van deze zaailingen naar de kas mogen. De rest gaat al weg. Dus die voldoen niet aan de eis van resistenties, in dit geval. We proberen veel meer genen te gaan ontdekken, maar dat wordt moeilijker. Een opbrengstgen zou helemaal mooi zijn, maar we weten al lang dat opbrengst op zoveel genen ligt dat je dat niet zomaar met een robot kan uitselecteren. Maar Phytophthora-genen, virusgenen, resistentiegenen, aardappelmoeheid, dat kan dus allemaal wel. Dus dat is heel interessant. Maar toch hebben we nog steeds, dat is een route, de grootste route waar we het meeste zaad in kappen, zoals ze het noemen. Dat is deze route, maar toch doen wij nog steeds een route waarin wij niet vooraf selecteren, om toch zeker te weten dat we opbrengst niet wegselecteren, omdat je een resistentiegen aan het zoeken bent. Dus wij doen nog steeds 2 routes bij elkaar. Oké, dan komen we in het eerste jaar in het veld. Wat doen wij dan met die knolletjes die je net zag? Die planten we uit. Er worden 1 plant per ras wordt er geteeld. En in juli, in het pootgoedseizoen, eind juli, begin augustus, gaan we die planten oogsten en gaan we individueel de beste planten zoeken. Gewoon op basis van algemene indruk. Hoeveel brengt hij op, hoeveel knollen zitten eronder, et cetera, et cetera. Dat is eigenlijk zoals jouw teler ook naar de aardappel kijkt. In het tweede jaar splitsen wij de boel al op en gaan wij met 2 knollen gaan wij naar Sevilla toe. Dat is in Spanje, in het zuiden van Spanje. Dat is inderdaad Andalusië, de oven van Europa heet dat. Gaan wij de aardappelen direct al blootstellen aan een klimaat wat wellicht over 10 jaar af en toe hier komt. En dan weet je in ieder geval al van dat ras doet het daar goed. En dat doen we liever hier dan aan het eind van die Idols race, want dan ben je ze misschien al kwijt. En dan vanaf jaar 3 tot en met 8 gaan wij de rassen op zogenaamde kernproefvelden zetten. Op de zware klei in Rilland, op het zand in Roosendaal, West-Brabant. En op de lichtere klei in de buurt van Emmeloord. En daar hebben wij proefvelden van zo'n 1500 plotjes. Waar ook de referentierassen bij zitten, de Agria's en de Fontanus. En andere rassen, om je nieuwe kandidaten mee te vergelijken. En om te kijken of ze beter zijn, want ze moeten niet gelijkwaardig zijn, maar ze moeten beter zijn. En dat doen we dan in een afvalrace die je met steeds meer plotjes en op steeds meer locaties gaat doen. Totdat je in jaar 8 tot een beslissing kan komen van het ras is raswaardig of het ras is het niet. Een vraag vanuit de chat, denk ik. Wat zijn de investeringskosten? Waar moet je aan denken om een nieuw ras op de markt te zetten? Ja, dat is een goede vraag. Het ligt eraan of je het ras, de introductie van het ras meeneemt. En dat hoort er wel bij. Dan kom je wel rustig op 2 miljoen euro uit. En dan weet ik zeker dat je nog lang niet alles meetelt. Want er zijn ook rassen die 3 jaar na introductie het toch niet halen. En dan heb je er ook een enorme pootgoedvermeerdering in geïnvesteerd. Dus dat zijn flinke kosten. Maar een ras wat goed is, gaat ook lang mee. Dus daar heb je ook lang profijt van. Al bereiden we ons voor op een veel grotere red race in de veredeling. Dat zie je in de biet al. Gert, en in de groente zie je dat nog meer, dat een ras het maar een paar jaar volhoudt. Dus die rassenroulatie gaat veel harder. Maar dat kan alleen werken als rassen veel beter worden. Want wij willen eigenlijk ook van die vrije rassen af. Daar willen we niet van af, maar we moeten allemaal positief zijn dat de rassen zoveel beter zijn dat niemand meer vrije rassen wil telen. Dat is het eigenlijk. We kijken dan naar die 50 eigenschappen, verschillend over de markt. Je kijkt naar de frietkwaliteit, de chips en de tafelkwaliteit. Dan ontleed je in allerlei deeleigenschappen door het bewaarseizoen heen. Pas op, bewaring is heel belangrijk, want dat kan tot 9 maanden bewaring kan het zijn, want elke dag eten wij aardappelproducten, dus het moet bewaard worden. Dan hebben we natuurlijk ook de aardappel wordt buiten geteeld en is gevoelig voor milieu-invloeden. Die elk jaar anders zijn, op elke locatie anders zijn.
Dus wat kan een aardappel allemaal overkomen? Heel veel. Als je een aardappel doorsnijdt, dat die hol is. Ik heb het al gehoord. Bruine plekken. Het zijn waardeloze aardappelen dan. Groeischeuren. Doorwas. Ja, noem maar op wat voor vervelende ongelukken er allemaal kunnen gebeuren met een aardappel. En daar is op te sturen in de veredeling, in de selectie. Dus dat doen wij ook. En aardappel is natuurlijk een hele gasvrije gastheer voor ziektes. Een paar ziektes hoorde ik al in het praatje van Gert. Met name de bodemgebonden ziektes zijn een groot probleem in een steeds intensievere aardappelteelt. En dat geldt ook voor de bieten en andere gewassen. Dus pas op met de intensiteit van je teelt voor de bodem, maar ook voor de ziektedruk. Daarmee hopen we eigenlijk dat andere gewassen ook interessanter gaan worden, want dat is natuurlijk logisch. Aardappel is wel een belangrijk gewas voor de teelt en voor de rotatie. Ja, vraag. Wat is voor jou dan een ideale combinatie van gewassen? Dus welke rotatie zou jij adviseren? Ja, ik zou sowieso adviseren om even los van het verdienmodel, want daar zitten we vaak aan vast natuurlijk. Want het is makkelijker te zeggen, maar granen en aardappel gaan heel mooi samen. Bieten en aardappelen, daar zit je natuurlijk ook met je bodemverdichting. Dat is ook een belangrijke, wateroverlast is niet per se wateroverlast, is dat water niet weg kan, om een voorbeeldje te noemen. Dus feitelijk zou ik in ieder geval zorgen dat je de aardappelteelt max 1 op 3, 1 op 4 beter. Als je de luxe hebt, zoals in de biologische landbouw, daar zitten natuurlijk wel leerelementen in die 1 op 7 kunnen voeren. In Frankrijk is dat ook zo. Dan zie je wel dat de aardappelteelt veel makkelijker gaat. Maar daar kunnen we, dus ik snap heel goed dat dat gaat niet. Je moet wel je tent overeind houden. Dus wees wijs en kijk goed naar de bodemmonsters. Ook voor je bodemleven, voor de aaltjes die erin zitten. Want daar kun je wel op inspelen met de resistenties. Vroeg en later rassen kan ook nog schelen in je bodem, et cetera. Daar kun je nog wel een beetje in sturen in de aardappelteelt zelf. Goed, hier zie je de beproeving aan het einde van de selectie. Hè, behalve dan Sevilla, waar we al heel vroeg zijn. Je ziet hier de kaart van Europa, waar we allemaal proeven hebben. Waar ze eigenlijk als vierdejaars zaailingen al terechtkomen. En je ziet eigenlijk aan de kleurtjes waarom we daar zitten. Want wij willen alle klimaattypes, willen wij de reactie van onze nieuwe rassen weten ten opzichte van de bekende rassen. Waarom? Omdat die klimaatzones die zijn niet stabiel, die verschuiven steeds. Dit kan zijn dat wij, sterker nog, we hebben in 2018 hebben wij dat gele klimaat onderin, hebben wij voor een week of zes op een rij gehad. Hè? Zo droog is het geweest en zo heet is het geweest. En dan zie je dat die aardappel die daar al getest is geweest, dat die een voordeel heeft omdat die al laten zien heeft dat hij daar tegen kan. En zo proberen wij die voorspelling van die klimaat, hoe een aardappel op klimaat reageert, zo goed mogelijk en zo vroeg mogelijk in een selectie op te pakken. Buiten Europa beproeven is wenselijk, maar heel moeilijk. Want je krijgt een aardappel de grens niet over buiten de EU. Zelfs nu bij de UK is het al heel moeilijk. Omdat je met fytosanitaire eisen zit. Want het is eigenlijk materiaal wat geen status heeft, veredelingsmateriaal. Je kunt wel rassen overbrengen, maar geen nummers die niet in een keuringssysteem zitten. Goed, dit is het project met hybride krachtmeer aardappel. Wat is de ondersteuning daarin voor ons veredelingsprogramma? Dat is een stukje gewasmodellering. Ik hoorde al onkruid. Je ziet hier een droombeeld van proefvelden en dan zie je heel duidelijk dat er verschil is in gewasontwikkeling. Nou, tweeledig heb je daar voordelen van in de aardappel. Is punt 1, we zijn er inmiddels achter dat een vroege gewasontwikkeling bijzonder belangrijk is voor een hoge opbrengst. En punt 2, kijkend naar de toekomst, ook al aangestipt door Gert, onkruidbestrijdingsmiddelen komen onder druk. Als jij een goede, vroege grondbedekking hebt, heb je minder last van onkruid. Dus het is tweeledig voordeel voor de toekomst om die aardappel snel uit de grond te laten komen. En dat is deels teeltmanagement. We kunnen niet alles in die aardappel stoppen. Je moet ook met je teeltmanagement moet je daarvoor zorgen door een goede bodemstructuur, de aardappel goed voor te bereiden voordat ze het land op gaan. En zorgen dat ze die groeikracht kunnen tonen.
Ja, en er zit ook een enorme genetische aspect in en daar proberen we op te sturen. Hier zie je heel duidelijk die verschillen, die zijn in die grafiekjes uitgebeeld. En later is dat ook gekoppeld aan de opbrengst, zoals je in de linksbovenste plaatje ziet. En dan zie je daar rechts, als dat groene, dat die heel hoog in de drone sensoring staan met groen pixelstellen, zeg maar, door het jaar, door het seizoen heen. Dus hier zie je een direct verband tussen gewasgroei en opbrengst. Nou, dat proberen we natuurlijk mee te pakken in de veredeling. Zout, in het project nemen we mee stikstofefficiëntie, zouttolerantie, droogtetolerantie. En die drie aspecten die zijn belangrijk voor de toekomst. Zeeland en zout in sommige gebieden, ik denk dat zal vast ook bij enkele van jullie zijn. Wie kan er niet oppervlaktewater berekenen door zoutproblematiek? Kijk, daar heb je het al. Dat is veel. Daarnaast kun je ook kwelwater hebben of zoutplekken hebben die opkomen, waardoor je opbrengstreductie krijgt. Dus dit is trouwens geen Zeeuws probleem. Dit is ook aan andere kustgebieden in Nederland, maar vooral ook in heel veel gebieden in de wereld is het een toenemend probleem. Dus wij proberen wat zouttolerantie in de aardappel te kweken. En dat kan alleen als je op zouttolerantie gaat selecteren en testen. Nou, dat doen we op een proefveld bij de rusthoeve. Hier zie je een plaatje rechts van hoeveel verschillen je al kunt zien. Je ziet letterlijk gestrooid zout op de rug. Die is helemaal wit geworden van het zout. Toch krijg je planten en verschillen. Dat moeten we hebben. Maar we hebben ook in Rilland hebben wij een groeikamer, waarbij onder kunstmatige omstandigheden kunnen wij aardappelen tot volwassen planten laten groeien. En dan zie jij linksonderin zie je het ras Acoustic. Het is genoemd. Het is een goed ras. Kan absoluut niet tegen zout. Want dan zie je linksonder, zie je daar Acoustic onder zoutomstandigheden direct op de wortel. Rechts zie je het ras Lady Jane. Onder dezelfde omstandigheden, die zich volledig tot een normale plant laat groeien. Nou hopen wij en verwachten wij dat wij dat effect ook op het proefveld in de rusthoeve zien. Dat betekent dat wij intern altijd een proef uit kunnen voeren onder vaste omstandigheden. Want een proef op een proefboerderij is goed aangelegd. Maar als wij, daar was bijvoorbeeld ook droogte bij dit jaar, die droogteproef. Die is totaal mislukt omdat het veel te veel regen is gevallen. Dus bij proeven ben je altijd afhankelijk van de omstandigheden. En als je dat binnen kunt nabootsen, dan kun je heel vast je proefomstandigheden controleren. En dan kun je ook veel sneller veredelen. Want als je een mislukt beproevingsjaar hebt, ben je een jaar weer kwijt. En links heb je dat niet. Een vraag. Ja, wat doet een plant eigenlijk om beter tegen zout te kunnen? Waarin verschillen Acoustic en Lady Jane vanuit de fysiologie? Dat is een hele goede vraag. En daar kan ik maar slechts een deel van het antwoord op geven, want daar zijn wij ook nog niet uit. Wij kijken nu nog vooral naar de verschillen in rassen. Dan proberen wij die verschillen, een zwak ras met een goed ras, te kruisen. En dan krijg je uitsplitsing, genetische uitsplitsing. En als je die genetische uitsplitsing krijgt, kun je kijken of je de verantwoordelijke genen daarvoor kan vinden. En die verantwoordelijke genen kun je naar het proces in de plant leiden. Dus via kom je dan bij de oorzaak van die zoutgevoeligheid. Maar wij zijn wat dat betreft wel pragmatisch. Als wij het gen in handen hebben zonder te weten hoe het werkt, vinden we het ook niet heel erg. Want dan kunnen we het wel controleren in ons verenigingsprogramma. Een vraag. Nou, u zei dat de weersomstandigheden slecht waren, maar zo is het eigenlijk elk jaar dat elk jaar anders is. Ja, precies. De weersomstandigheden waren slecht dit jaar voor de beproeving die wij wilden op droogtetolerantie. Het heeft het hele jaar een beetje constant vochtig geweest. En dan gaat een proef om droogte te testen met en druppelbevloeiing en geen druppelbevloeiing niet lukken, want we hebben de druppelbevloeiing niet eens aangehad. Maar daarom is ook in de teelt is elk jaar anders. Dus elk jaar vraag je ook iets heel anders van je aardappelrassen en je bietenrassen. En wij willen die stabiliteit in die rassen brengen. En daarom moeten wij ook droogte beproeven in deze fase en niet het op de teelt af laten komen van kijk maar hoe het uitvalt, dat kan natuurlijk niet. Dus wij moeten die voorspelling wel hebben. En daarvoor zijn die proeven nodig. Maar als wij die proeven dan naar binnen kunnen halen, gestuurd, en ze geven hetzelfde resultaat, kunnen wij continu blijven beproeven. En dan kun je veel sneller veredelen. Is het duidelijk zo? Ja. Hey. Goed, dat is dus zout, droogte en stikstof. Allemaal een beetje hetzelfde. We gaan nu een stikstofproef in die groeikamer zetten. Kijken hoe de planten daarop reageren. En proberen we ook de link naar het veld te vinden. Uiteindelijk is het veld leidend natuurlijk, want dat is je relatie met de teelt.
Hier zie je een mooi droneplaatje van de beproeving bij Rusthoeve dit jaar. Het eerste is, laat ik rechts beginnen. Rechts heb je de controle. Bij elke beproeving heb je controle nodig. Dus zeg maar de normale teelt. En dezelfde rassen die in de controle staan, die worden dan blootgesteld aan de elementen die je wilt testen. Dus rechts van de controle zie je de droogteproef. Ja, dan denk je, ik zie helemaal geen verschil. Ja, dat klopt dus, want er is geen droogte geweest. Dus het is eigenlijk bijna een extra controle. Maar links zie je de stikstofproef. Stikstof 50 en 100 kilo stikstof. Daar zie je dus duidelijk verschil. Die 50 is lichter, dus dat betekent dat die wat stress hebben. Vooral de lichtste plotjes hebben in ieder geval in de groei lijken stress te hebben. We moeten ze nog analyseren, de monsters die we geoogst hebben. Hier liggen ongeveer 200 rassen. En dan gaan we zien of dat ook waar is. Of we die relatie kunnen leggen met de dronebeelden en de echte opbrengst. En dan zie je stikstof 100. Dat gaat wat dichter naar de nieuwe realiteit. Vrees ik, hopen we, dat we niet helemaal naar 50 hoeven terug te gaan. Want dan vraag je wel heel veel van de aardappel. En daarnaast zie je de EC7. Dat is een zoutbeproeving met een EC van 7. Daar was op gestuurd. Maar we zijn uteindelijk wat hoger terechtgekomen. EC9, dat is echt heel zout. En dan zie je toch wat plotjes die aardig groen zijn. Dat is interessant. Die gaan we natuurlijk nader onderzoeken. Nou, deze proef wordt nog twee keer herhaald in het project. En dan hopen we veel meer te leren. Wat we met de drone kunnen doen, is beelden van bovenaf nemen. Dat je die plant, die zendt eigenlijk ook allerlei licht terug. En temperaturen. Als een plant stress heeft, hopen we dat te kunnen herkennen aan dronebeelden. Een voorbeeld, als een plant stress heeft, staan de huidmondjes dicht. Zijn de bladeren warmer dan de plant die geen stress heeft, want die staan de huidmondjes van open. Kan een drone zien en dan heb je eigenlijk direct, zoals rechts onderin, een indicatie van, hé, mijn plant heeft stress. Nou, daar kunnen we niet alleen in de verdeling wat mee doen, maar wellicht ook in de teelt in de toekomst. Een vraag. Kunnen de satellieten dat niet zien? Moeten we echt de drone erover vliegen om te kunnen zien? Voor ons wel, met de plotjes. Even de vraag herhalen. Oh ja, sorry. Dus, sorry, ik moet er even aan wennen hoor. De vraag is, kunnen de satellieten dit niet zien in plaats van een drone? Want een drone is natuurlijk wat lastiger om in te zetten. Ja, satellieten kunnen dat zien op grote oppervlaktes, maar niet op plotjesniveau zoals wij werken in de veredeling, op de vierkante meter. Dat kan nog niet. Zou we ook graag willen, want dan kunnen wij wereldwijd onze proefvelden vanuit de satellieten gaan volgen. Maar zover zijn we nog niet. Maar het is wel een ontwikkeling die gaande is. Er is nog een andere vraag in de chat. In hoeverre is het nabootsen van deze omstandigheden, is dat voldoende realistisch om te kijken hoe die zich straks in de praktijk houdt? Precies, dat is een hele goede vraag. Dus wij hebben die groeikamer gemaakt om dat na te bootsen. We zien zoutstress, zoals we net hebben gezien in de plaatjes. Maar dat willen we eigenlijk één op één terugzien in die proefvelden. Zien we dat niet terug, dan moet je je twijfels gaan hebben over die wijze van beproeving. En dat gaan we ook zeker doen. Dus dat is een belangrijk, want je kunt wel leuke plaatjes zien en leuke voorspellingen. Datzelfde voor de dronebeelden. Dat is allemaal leuk, die plaatjes, maar als ze geen informatie geven die rechtstreeks te koppelen zijn aan je teelt, dan heb je er niet veel aan. Maar we hebben er wel vertrouwen in, hoor, dat wel. En er wordt natuurlijk ook al best wel wat mee gewerkt hier en daar, hoor, in de praktijk. Nou goed, als je de genen hebt ontdekt, kunnen we dus met een vroege selectie aan de gang. He, dus kun je dus veel meer zaad in je verdelingsselectieprogramma stoppen. Dus veel meer kansen. Want elk zaadje heeft een andere samenstelling van de genen. Hoe meer zaadjes je hebt, hoe meer kansen dat er goede samenstelling er is. Daar is een hoop techniek bij komen kijken. Maar daar hebben we heel veel plezier van. Omdat we in een vroeg stadium, ook met mechanisatie, dus met een robot in plaats van mensenhanden, deze processen kunnen doen. Maar je moet wel die DNA-fragmenten zien te ontdekken. En daarvoor hebben we de samenwerking met de UvA. En die zoomen eigenlijk in met onze meetwaarden, zoals we dat noemen, de fenotypering. Dus wat je meet in het veld, gaan zij genotyperen. Ze kijken waar zij linken zien met het DNA, zoals wij die linken kunnen gebruiken in onze selectie. Dus dat we inderdaad dat kleine stukje blad nodig hebben om die zout tolerantie te ontdekken in plaats van zo'n proefveld waar je jaren op moet wachten. Want dan ben je nog verder. Als je die zouttolerantiegenen in handen hebt, kunnen wij 3 weken na zaaien al de plantjes weggooien die zoutgevoelig zijn.
Dus dat is eigenlijk het ultieme doel voor een veredelaar. Goed, het laatste plaatje, want het is best wel allemaal technisch. Maar uiteindelijk moet het bij de teelt terechtkomen. Dus wij moeten als veredelaars moeten wij de link houden met de teelt. Dus fijn dat we dus bijvoorbeeld hier staan om ook nu in de interactie die link te hebben. Maar dat moet in je bedrijfsvoering ook zo. Dus vandaar dat wij de product management afdeling daar heel sterk in zetten. Die zijn ook betrokken bij die proeven die je net gaf. En die moeten eigenlijk de rasintroductie vloeiend van veredeling naar praktijk brengen. Want uiteindelijk hebben we er niks aan als een ras niet doet wat wij denken dat het gaat doen. Dat moeten we in een heel vroeg stadium weten, zowel in de veredeling als in de praktijk. Uiteindelijk is je resultaat een ras. En het ras is een belangrijk verdienmodel van ons bedrijf. Hoe kun je dat verdienmodel beschermen? Door kwekersrecht. Dus we kunnen het ras beschermen, waardoor niemand anders het ras kan vermarkten. Tenminste niet zonder onze toestemming. En daar heb je een bepaalde kwekersrechtduur en die is 30 jaar. Dus dat is best lang. Vroeger hebben we als brancheorganisatie gevochten om nog langer kwekersrecht te krijgen. Wat mij betreft kunnen we daarmee stoppen. Want rassen die 30 jaar bestaan, dat is in de toekomst niet meer het geval. Dus ik ben daar niet bang voor. En dan heb ik nog als slot, misschien kunnen we eerst beginnen met wat vragen. Ga ik even terug met wat vragen over de presentatie algemeen, voordat ik naar de slotstellingen ga. Zijn er vragen uit de zaal of in de chat? Ik zie twee handen, misschien toch beter met de microfoon, want ik ben altijd te rap met antwoorden. Zijn er bij jullie ook rassen die nu redelijk populair zijn in de teelt, die versterkt worden in plaats van nieuwe rassen te ontwikkelen? Dat je een bestaand ras nog verder gaat ontwikkelen in plaats van nieuwe rassen gaat creëren? Heel goede vraag. Ja, precies. Heel goede vraag. Je kunt rassen die... ik kan een voorbeeld noemen. Dat is Lady Anna. Dat is een frietras. Dat is een ras wat eigenlijk door de frietindustrie als frietras is omarmd geweest. Maar in de teelt heeft dit problemen opgeleverd in opkomst. En dat ras is dus eigenlijk bij de telers die de problemen niet hebben, het is een heel lastig te tackelen probleem, is het nog steeds populair. En bij andere telers absoluut niet meer, heel begrijpelijk. Maar dat ras dat kan wel eens nieuwe waarde gaan krijgen in de Green Deal, als je er niet meer mag gassen en niet meer je bewaring mag helpen. Omdat dit ras heel sterk houdbaar is. En dan kan het ineens zomaar zijn dat zo'n ras populairder wordt, waardoor de drempel met die opkomstproblemen misschien opnieuw bekeken wordt door iedereen, door de hele keten, om te kijken of je er toch meer resultaat uit kan halen, omdat je verderop in de keten daar enorm veel profijt van hebt, omdat andere rassen onder druk komen door die beperkingen met je bewaring. Dat is een voorbeeld. Denk ik wat jij bedoelt, of niet? Ja. En dat geldt, kan voor andere rassen ook gelden. Een verschuiving, ander voorbeeld. We verwachten een verschuiving in de rassenpakket. Virusgevoelige rassen. Die kunnen wel zwaar onder druk komen te staan, omdat de insecticiden eruit gaan. En die virusgevoeligheid zo zwaar gaat wegen dat de pootgoedproductie van die rassen onder druk komt. En dan gaan die virusgevoelige rassen er ook uit. En dan krijg je een verschuiving. Waarschijnlijk is dat met nieuwe rassen. Maar het kan ook zijn dat oude rassen daardoor weer groter kunnen worden. Ja, zeker. Die verschuivingen die kunnen ook met wat langer bestaande rassen gebeuren. Er was nog een vraag. Ja, hier in de chat is er één. Verwacht je dat schurft een onderwerp wordt in de veredeling? Sterker nog, daar is het al. Ja. Ja. Dat is een belangrijk probleem. Ook weer met de droogte. Hè. Schurft komt op lichtere gronden bij de knolzetting bij droge omstandigheden. Dat heb je ook op heel veel velden steeds minder in de hand. De schurft zal zeker niet verdwijnen. Dus het heeft zeker een belangrijk onderdeel voor met name de tafelrassen. Pootgoedexport. Je kunt pootgoed voor de visuele waarde kun je niet naar het buitenland brengen als er schurft op zit. Het maakt niks uit voor je productie, maar zo werkt het nou eenmaal. Het wordt afgekeurd. Dat zijn ook, is ook een belangrijke markt, de pootgoedmarkt. Dus zeker heeft dat aandacht. Ja. En we kunnen daar ook op veredelen, dat is het voordeel. Er zijn rassen die daar wel sterk op zijn en er zijn rassen die er zwak op zijn.
Ik stel voor dat we naar de afrondende polls gaan. Oké. Okay. Goed, even een vraagje. Welk land denken jullie dat de grootste veredelingsindustrie ter wereld heeft? Is dat China? En dan doen we hier weer met 1, 2, 3, 4 vingertjes. China, USA, Nederland of Duitsland? In de poll wordt ook al volop gestemd. Ik zie hier voornamelijk drietjes. Ja, in de poll ook. Ja, nou dan zijn we goed op de hoogte. Ja, want waren er toch een aantal die dachten dat China en USA ook heel goed bezig waren. Nou, pas op, want in China zijn ze ook heel hard bezig. En dan moeten we niet onderschatten wat daar allemaal gebeurt. Die hebben dan ook nog een klein voordeel dat ze bepaalde barrières die wij hier opgelegd krijgen niet hebben. Waardoor zij wat sneller op bepaalde vlakken kunnen doorzetten. Bijvoorbeeld op nieuwe breeding technieks. Dat wat een heel mooi instrument is, dat kunnen wij niet zomaar doen. En in China gebeurt het gewoon. En ze zijn nu ook gewoon, daar zitten gewoon ook een hele grote groep knappe koppen die daar ook gewoon enorme vorderingen mee maken. Is het een bedreiging? Natuurlijk, voor je industrie wel. Maar aan de andere kant, aardappel is zo'n belangrijk gewas dat alle inspanningen gewoon nodig zijn voor de toekomst. Dus wanneer komt er een Chinees ras in Europa? Dat weet ik nog niet. Ik hoop dat wij dat natuurlijk nog wel buiten de deur gaan houden. Ja, vieren ze wel. Ja. Zo bekijkt. Oké, dat was deze stelling, dus die is goed beantwoord. Dit vind ik wel een belangrijke, ook hier een belangrijke vraag. Wie denken jullie dat de meeste invloed heeft op de rassenkeuze? Is dat 1 de teler, 2 de verwerker verpakker, 3 de consument of 4 de veredelaar? Ja, ik zie heel veel drietjes. Ik zie ook een enkel tweetje en een enkel eentje. Ik zie geen viertjes. Ja. Dat is helemaal correct, want als de veredelaar, die moet zich helemaal niet mee bemoeien. Die moet gewoon maken wat er nodig is. Dus wij als veredelaar moeten wij gewoon niet denken, dit is goed. Nee, we moeten weten, dit is gewild. Maar wie heeft van die bovenste drie dan de meeste? Wat is in de chat trouwens, Mirjam? In de poll is de consument, die krijgt bijna 70% van de stemmen. Maar de verwerkers en verpakking, die krijgen ook nog 30% van de macht toegedeeld. En toch is het de verwerker en de verpakker die inderdaad, Gert, die bepaalt wat er gebeurt. Natuurlijk horen die gevoed te zijn door de consument. Daar hebben wij niet alle zicht op. Die moeten ook weten die zitten intussen in de keten. Die moeten ook weten wat er bij de teler speelt. Dus het is niet heel raar. Maar we weten allemaal dat daar behoorlijk macht zit op deze keuze. Dus teler. Ik denk wel dat je in een pakket rassen, dus er is voor elk markt is er een pakket rassen, dat je daar wel keuze in hebt, maar niet alle keuze. Inderdaad, als je met iemand wil samenwerken in de keten, dat is gewoon een feit. Dus dat is inderdaad de consument, laten we zeggen indirect, maar zeker niet direct. Ze weten niet eens wat ze kopen trouwens vaak, want op een aardappelzak, kijk maar in de supermarkt, staat heel klein het ras gedrukt. Ja, als ik kom, dan kijk ik wel, maar ik denk dat jullie daar niet naar kijken. Jullie kopen trouwens niet in de supermarkt aardappelen, dat weet ik wel. Goed, maar het staat wel op die zakken heel klein, maar dat is bewust, want ze willen geen branding hebben van rassen, met name waar ze dan aan gekoppeld zijn. Misschien wel begrijpelijk. Nog een keer de poll terug naar dit verhaal. Aardappel is saai. Ik wil weer die vingers zien, 1, 2 of 3. Gelukkig is het niet omgeturnd naar allemaal eentjes, want dan zou ik het niet goed gedaan hebben. Volgens mij in de chat, er is er eentje die is overgestapt naar alleen lekker op het bord. Dus ik weet niet of die kwam van oer saai of van reuze interessant, dat is altijd de vraag. Dan mag hij dan even antwoorden waar die vandaan komt. Ja, dus, maar veruit de meeste kiezen voor de aardappel is reuze interessant. Ja, nou, dat is fijn om te horen en het is ook echt reuze interessant. Voor mij is dat een van de redenen dat ik zo lang in dat vak ben blijven hangen, want ik ben nog lang niet klaar met ons team. We krijgen ook steeds meer instrumenten in handen, dus het is reuze interessant. De snelheid van veredelen neemt elk jaar toe en dat geeft ook heel veel kansen, maar uiteindelijk ook voor de teelt om sneller betere rassen te krijgen.
We hebben nog twee polls staan, maar ik wil... die hebben we, dus dan is het goed, want ik wil naar de afronding, want het is bijna tijd. Als je even blijft staan, dan kom ik jouw kant op om volgende week aan te kondigen. Goed, dit spreekt voor zichzelf. Daar zijn we mee bezig als Meijer en ook als Telers natuurlijk. En dan dank ik jullie voor de aandacht. Ja, dankjewel Guus. We hebben nu alles geleerd over de nieuwe rassen. Dus ik ben heel benieuwd als we hier volgend jaar weer komen of er dan hele andere rassen op het veld zullen staan. Wij kijken nu vooruit naar volgende week. Dan hebben we het over precisielandbouw en datamanagement. En dan gaat het over dat je echt per plant gericht kunt werken. Dus dat je niet per hectare je plannen maakt, maar per plant. En dat je kijkt wat ze nodig hebben aan gewasbeschermingsmiddelen, aan mest of aan andere zaken. We hebben dan twee sprekers. De eerste spreker is Corné Kempenaar. Hij werkt hij is senior onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En hij is lector precisielandbouw Smart Farming bij Eres HBO in Dronten. En hij gaat ons alles vertellen over precisielandbouw, de trends qua robotisering en wat een akkerbouwer allemaal kan doen in de toekomst. En de tweede spreker, dat is Wiert Wiertsema. Hij is accountmanager agribusiness bij Dacom. En hij gaat vertellen over meten is weten, wat je allemaal met data kunt. Dus als het goed is, krijgen we dan heel veel informatie wat er allemaal te vinden is aan data, maar ook hoe je dat kunt toepassen in je teeltplannen. Voor nu wil ik jullie ook even vragen om de evaluatie in te vullen. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Die komt voor de mensen online hieronder in beeld. En dan hoop ik jullie allemaal volgende week weer te zien. Tot dan en prettige dag verder.